Als je kijkt naar de start, jullie start samen. Hoe zijn jullie ooit gestart met dit bedrijf? Hier beneden. Oké, okay. Hier beneden. Ja, hieronder zitten gewelvenkelders. Ja. En ik ben hier als leerling kok ben ik hier gekomen. Ja. Ik had een stukje in de Playboy gelezen dat hier iemand een heel leuk restaurant neer wilde zetten. Ja. En dat was meneer Meijers. En daar ben ik gaan werken. Ik werd aangenomen. En eigenlijk een paar jaar later kwam Therese, kwam stage lopen hier. Of eigenlijk, hoe zal dat nou zeggen? Ik weet niet eens meer. Maar die kwam er ook werken. En een paar jaar daarna hebben we de kelder overgenomen van meneer Meijers. Daarna hebben we het pand gekocht. En ja, zo is het gegaan. Zo zijn jullie gestart. Ja. Oké. Okay. En centraal in jouw aanpak staan passie, puur liefde, in jullie aanpak. Dat betekent, als je kijkt naar deze zaal hier, dat zijn over het algemeen leidinggevenden in het bedrijfsleven. Er zitten ook een aantal leidinggevenden uit de defensieorganisatie bij. En die hebben één ding gemeen met elkaar, dat zijn allemaal passanten. Die verblijven een aantal jaren op hun functie en maken dan een stap. En dat kan zijn binnen of buiten. Je hebt ook wel eens een moment dat de houdbaarheidsdatum verlopen is. Ja. Dat mensen onvrijwillig een stap maken. Dat gebeurt bij ons ook. Dat is bij jullie ook? Dat bij ons ook, ja. Hoe geldt dat? Nou, nog niet. Nou, ik wou net zeggen, hoe geldt dat voor jullie twee? Nog niet. Maar het is met onze medewerkers ook zo natuurlijk. Zeker in ons vak. Want ons vak is natuurlijk wel een beetje sport ook. Van 's morgens vroeg tot 's nachts laat. Dus je moet wel veel lopen, veel bewegen. Gewoon hard werken. Ja. Dus je merkt in ons vak wel dat je op een gegeven moment toch een bepaalde leeftijd, dat ze dan toch ergens anders naartoe gaan. Okay. Bij ons is het toch echt wel tot onze medewerkers meestal tot een jaar of 30, 35. En dan gaan ze op zoek naar wat anders. Okay. Mag ik vragen hoe oud jullie zijn? 50 en ik ben 45. Okay. Hoe doen jullie dat zelf dan? Om in die topsport fit te blijven, mentaal en ook fysiek vitaal te blijven? Ja, het is we sporten veel. Om toch, dan denk je van, nou hoezo? Want jullie lopen al zoveel en je doen al zoveel. Ja. Maar wat wij natuurlijk doen is wel een eenzijdige beweging, elke dag weer. Ja. Dus we sporten daarnaast. En ja, het voordeel van ondernemen zijn is dat je natuurlijk af en toe wel even een rustmomentje kan nemen. Hè, wanneer het kan. En dat is natuurlijk wel heel fijn. Maar je kan je eigen tempo bepalen. Ik denk dat dat belangrijk is. En wat vind je daarin belangrijk? Is het over tempo bepalen? Dat je, het is wat Therese ook zegt, dat je wel je eigen rustmomenten kan pakken wanneer je denkt dat dat nodig is. Oké. Okay. Ja, helder. En dat zijn niet zo van, nou we gaan nu even een uur pauze nemen of zo. Maar dat gaat om, je kan een tandje lager doen. Dat kunnen die jongens niet die nu staan voor te bereiden voor vanavond. Die moeten dat klaar hebben. Ja, dus elke dag is die scherpte. Elke dag zit op een gezonde manier de tempo erin. Ja, en voor ons is het belangrijk, natuurlijk lichamelijk je fit bent. Maar ik denk dat het voor ons ook vooral geestelijk belangrijk is dat je heel fit bent. Ja. Omdat wij natuurlijk wel altijd moeten aansturen en echt moeten letten op de puntjes op de i. Want hoe goed je personeel ook is, dat is waar wij ervoor zijn. Maar dit was nog maar één vraag, of niet? Ja. Oh, gaat het niet goed? Ja, het is... Oh. Ja. Nou, dit is ons bankje, zou ik even vertellen. Dat staat normaal bij ons in onze nieuwe libraaien. En dan samen, dat is denk ik wel even leuk om te vertellen. Als het servies draait, rond een uur of 9:30, 9:45, 10:00, dan gaan wij samen altijd even op dit bankje zitten. En dan drinken we een glas wijn, een half uurtje. En dan gaan we praten even de avond. En dan na een half uurtje gaan we weer verder in het servies. Maar dat is wat ik bedoel, dat we af en toe ons rustpunt nemen. Geweldig. Zo is ook onze nieuwe libraai ontstaan. Omdat wij dan elke avond van hieruit even naar ons hotel en zusje gingen. En dan even een half uurtje, 3 kwartier daar waren en een glas wijn drinken. En dan is een beetje ons moment om dan alles te overdenken. Ja. Dat sluit mooi aan bij wat wij onze deelnemers ook wel eens aanreiken in de red race waarin we tegenwoordig verkeren. En ik stel daar wel eens de vraag van hoe vaak schrijf je kwaliteit nog met een lange ei? Mm-hmm. Wanneer het alleen maar hollen is, dan moet dat ten koste gaan van de echte kwaliteit. Dat is belangrijk dus dat je zegt van voor onszelf, dat rustmoment. Hoe zorg je nou
als ik ook door het boek heen kijk en de zorg en de liefde en passie die je steekt in de basis van je producten, in hoe het tot stand komt, in de beleving ervan, in de merkbeleving eromheen, hè, daar besteden jullie heel veel tijd aan. En hoe zorg je nou dat de groei die je daarin doormaakt en die jullie ook de afgelopen jaren hebben doorgemaakt, dat dat niet ten koste gaat van de kwaliteit? Ja, dat is gewoon door er zelf bij te zijn, dat je de kip met het gouden ei, die moet je bewaken. Dus je kan wel groter worden, maar je moet blijven opletten dat dat ding waar je het uiteindelijk voor doet, dat dat diezelfde koers, en eigenlijk niet dezelfde koers, alleen maar omhoog gaat. Oké. In hoeverre, als je dan kijkt naar jullie, is dat ook een kwetsbare kant? Nou, dat is precies wat ik zeg. Je moet er zelf bij zijn. Dus op het moment dat je daar niet meer bij bent of kan zijn, dan ik denk dat dan rap terugloopt. Oké. Okay. Nou, wat voor ons nu ook heel belangrijk is, is de juiste mensen naast ons creëren, ja, die het voort kunnen zetten. Dat is ook heel belangrijk. Ja. En dat is ook wel lastig in ons vak, omdat wat we in het begin zeiden, dat verloop is soms toch best wel groot. Mm-hmm. Maar we hebben nu in de 25 jaar dat we bezig zijn, hebben wij nu een team naast ons gecreëerd van Johnny, een viertal jongens en ik ook een drietal mensen bij de bediening, die gewoon eigenlijk vlekloos doen zoals wij het graag willen. Maar die ook met ons meedenken. Ik bedoel, wij zijn wat dat betreft wel heel flexibel en we laten hun daar ook in meedenken. En je merkt dat dat gewoon echt heel goed werkt. En dat geeft ons natuurlijk ook vrijheid en rust. Oké. Okay. Ibjan, ik heb een vraag uit de zaal. Ja? Voor jullie. Oké. Okay. Dames en heren, jullie weten, in onze trainingen ben je gewend één vraag tegelijk graag. En sta er niet raar van op te kijken dat bij de gesloten vraag alleen een ja of nee komt. De eerste vraag. Als een van de belangrijke dingen is dat je erbij wil zijn, hoe ga je dat dan organiseren met je nevenvestigingen? Zelfs in het buitenland. Nou, dat zegt u goed. Dat zou heel goed kunnen. Wij doen het zusje. Zit nu in Amsterdam in de Waldorf Astoria. Maar daar staat een jongen die 12 jaar bij ons gewerkt heeft. En het klinkt misschien makkelijk, maar daar hoeven wij niet zo heel veel voor te doen. En wij gaan in het voorjaar gaan wij een restaurant openen in Dubai. Maar dat zijn geen libraïes, dat zijn concepten. Dus dat zijn eigenlijk dingen waar wij niet bij hoeven zijn. En het leuke daarvan is, dan kun je gewoon echt je vrije geest, kun je gewoon, ja, dan kun je eigenlijk nog gekker doen. Alleen één ding, dat hangt wel af van die libraïen. Dus je moet altijd, die libraïen moeten wij zelf zijn. En wat we eromheen doen, dat moet zo gecreëerd worden dat dat dan niet hoeft. En dat is wat we nu net gedaan hebben. Oké, okay, dankjewel. Van welk moment, als je nu terugkijkt op de afgelopen jaren, van welk moment hebben jullie het meest geleerd? Nou. wij leren echt elke dag nog. Mm-hmm. Is dat raar als ik dat zeg? Nee. Dat is echt. Wij leren, ik denk, het meest van onze gasten. Ik denk ook dat dat wel een beetje is waardoor wij misschien zo ver gekomen zijn zoals nu zijn. Omdat we echt altijd geluisterd hebben naar onze gasten. We zijn daar niet eigenwijs in geweest, terwijl Johnny wel heel eigenzinnig is in zijn kookstijl. En ik misschien ook eigenzinnig in de manier van hoe wij dingen willen presenteren en ook qua kwaliteit, maar altijd wel geluisterd. En ja, dus daar leren we echt elke dag nog van. En natuurlijk, we hebben in die 25 jaar hebben we 3 crisissen doorstaan. Mm-hmm. Dus daar leer je ook van. Mm-hmm. We hebben ook helaas mensen om ons heen gehad die ons financieel soms wat lastig hebben gemaakt. Ook daar leer je weer van. We hebben ook geluk gehad dat we mensen om ons heen hadden die ons juist daarmee geholpen hebben. Ja, eigenlijk leer je elke dag. En ik denk dat wij nu zijn zoals we nu zijn, omdat we daar ook open voor hebben gestaan. Ik denk dat dat ook wel heel erg belangrijk is. En nu gaan we weer een nieuw avontuur. Nou, we hebben natuurlijk Amsterdam, Liberij Susje hebben geopend in mei. En ook dat is weer een heel nieuw leerproces voor ons. Omdat het weer zo anders is. Dat gaat echt op 4 basis, zeg maar. Dat is echt adviserende rol wat wij zijn. Dus daar zijn wij niet op de vloer. Maar daar zijn we echt, echt een beetje achter de schermen. Per mail, per telefoon. En één keer in de 14 dagen gaan we naartoe. Dat is ook weer iets wat we doen. Maar daar leer je ook weer van. En zo word je ook zelf iedere keer weer een stapje groter. En ja, ik weet niet, beter. Maar verstandig. Anders. Verstandig. Hè? Verstandig, ja. Ja, kijk, ik denk de dingen die wij 25 jaar geleden deden, ja, dat zou je nooit meer doen. Alleen, wij zeggen af en toe wel eens tegen elkaar van,
het zou toch best leuk zijn om dat nog wel weer eens een keertje te mogen ervaren. Want hoe gek was het niet toen we hier beneden in het keldertje zijn begonnen. Dat hij echt met één iemand in de keuken stond en ik alleen in de bediening en dan elke dag 20 gasten. Ja, als ik dat nu aan moet denken, denk ik, hoe kan dat? Maar dat heb je toen gedaan. Ja. En daar hebben we denk ik het allermeest van geleerd. En dan nog 's nachts de afwas er zelf erbij doen en de wc schoonmaken en het strijken van de lakens. Ik denk dat dat onze beste leerschool is geweest, dat we zijn wie we nu zijn. En dat we ook nog steeds respect hebben voor al onze medewerkers. Ook de afwassers, ook de schoonmakers. Ja, dat is zoals je dat vertelt, heel herkenbaar. Dus dat, waarin je aangeeft, je hebt over high performance organisatie. Mensen maken het verschil op elk niveau. Ja, bij ons is het echt zo. Kijk, gasten vragen ook heel vaak aan ons, goh, moeten jullie niet elke dag op je tenen lopen om op dat niveau te opereren? Maar dan zeggen we, nee, is niet zo. Omdat wij echt met zoveel plezier werken. En we hebben zo fijne mensen om ons heen. En natuurlijk ook gasten. Maar weet je straalt het ook uit op je gasten. En omdat je het met elkaar doet. En omdat je respect hebt voor je medewerkers. En ja, wat dat betreft zijn we net één grote familie. Werkt dat gewoon heel prettig. Oké. Okay. En dat werkt gewoon heel... In ons bedrijf werkt dat heel goed. Oké. Okay. Vele mensen hier in de zaal die hebben te maken met aandeelhouders. Die hebben te maken met, net zoals jullie ook, banken. Die hebben te maken met moederorganisaties. Als wij dan komen, dan horen we heel vaak van... Tjonge, jonge. Het is toch niet te geloven dat we alles vier keer moeten uitleggen, toelichten. Nou is er wat druk op de cashflow en meedenken, meebewegen. Is er niet of nauwelijks bij. Ik ben er helemaal klaar mee. In het boek wordt ook gerefereerd aan een moment van teleurstelling. Jullie zijn volop bezig met groei, maken bij wijze van spreken 24 uur per dag, investeren, werken aan de topkwaliteit, zijn er voor je medewerkers en dan dreigt het op een gegeven moment bijna helemaal fout te gaan. En dan schrijven jullie twee dingen die wij onszelf dan verwijten. Eén, hoe goed heb je het in de gaten gehad? En B, hoe komt het dan dat we er niet op geattendeerd zijn? Teleurstelling. Hoe heb je dat ervaren in die tijd, vanuit die teleurstelling? Hoe heb je gezorgd dat die motivatie er dan toch blijft? Ik heb eigenlijk wel, ik was wel teleurgesteld, maar ik was vooral teleurgesteld in die mensen. En dat is niet omdat ik dat van me af wilde schuiven. Maar zo ben ik er doorgekomen en Therese ook. We hebben gewoon nooit bij onszelf gedacht, dit gaat gewoon niet fout. Dan gaan we gewoon gas geven en dat kan gewoon niet. En... Wat wel zo is, wij hebben wel een duwtje moeten hebben. En dan moet ik eerlijk zeggen, die bank heeft ons daarbij geholpen. Dat wij een aantal mensen ons bedrijf uitgedonderd hebben. Als we dat niet gedaan hadden, dan was het misschien wel misgegaan. Okay. Dus dat moet ik ook eerlijk zeggen, dat die bank ons daar wel mee geholpen heeft. Oké, okay. Nou, ik zal nog niet vragen welke bank het is. Maar... Rabobank. Kijk. maar mij dat uit. Ik hoop dat ik niemand tekort doe in deze zaal, maar dat lijkt mij ook... Ik heb ook ervaring met die bank, dus over het algemeen. Er zijn ook goede gasten van ons. Een goede bank. Kijk, dat is belangrijk, hè? Dat ze ook hier komen en dus ook jullie klant zijn. Als je kijkt naar jullie concept, wat zijn nou dilemma's waar je tegenaan loopt in het realiseren van jullie product? Ja, dilemma's. Ja, personeel. Ja. Dat is wel een ding. Wij komen net van een receptie of zo. Daar waren allemaal collega's. Iedereen in de horeca heeft het zwaar met personeel. In ieder geval met goed personeel. Het is gewoon dat is echt een drama. Hoe komt dat dan? Nou ja, ik denk dat wij zijn gewend vanuit ons, tenminste ik ben 50 jaar en ik ben om 18e gaan koken. Wij zijn gewend in de horeca om gewoon altijd te werken. En tegenwoordig is het bijna, dan ben je bijna een beest als je dat doet. Als je dat ook durft te vragen aan je personeel. En ik heb zoiets van, werk dan niet bij mij. Ga gewoon lekker ergens anders werken. Maar ik denk dat dat daardoor komt. Jonge mensen worden gewoon niet meer gek gemaakt met een leuk ambacht. Maar die worden gek gemaakt met allerlei dingen die ik niet leuk vind. Ja, met mooie dingen natuurlijk. Maar daar heb je dus over... Ja, voor ons is het dan, daardoor is het ook heel moeilijk om gewoon altijd weer die kwaliteit te leveren. Als je personeel niet met je mee wil. Ja. Maar dan heb je het over de leeftijd van jullie, zeker onze kinderen. Hè? Ja. Dan heb je het over instellingen, dan heb je het over attitude. Absoluut. Dat zijn ook de toekomstige klanten. Betekent toch dat je daarmee te maken hebt. In hoeverre
ben je dan in staat om je bedrijfsvoering aan te passen op die nieuwe mentaliteit? Nee. Je moet gewoon meegaan. Wij gaan, waarschijnlijk gaan wij volgend jaar, gaan we ze allemaal gewoon een vierdaagse werkweek geven. En niet omdat wij willen zwichten voor het makkelijk, want we hebben echt supergoed personeel. Hè. We hebben er 55 of zo. Dus het zijn echt, dat zijn gewoon supermensen. Alleen je moet gewoon af en toe moet je, ja, hoe moet ik dat zeggen, inruilen. Dus dan gaat er eentje weer weg, moet weer een nieuwe komen. En ik merk gewoon in het land dat, sommige restaurants daar heel veel moeite mee hebben. Die moeten personeel inzetten waar ze eigenlijk niet meer willen werken. Okay. Ja, en ze vinden soms zij vinden de druk af en toe wel echt hoog. Dat merk je aan ze. En als het, bij ons is het ook gewoon lunch vol, diner vol. En dat gaat 5 dagen door. Ja, behalve op dinsdag dan hebben we geen lunch. Ja, dat is eind van die week. Dat is gewoon echt pittig voor ze. Dat merk je. En dus dan moet je dan wel concessies in doen. Daar willen we ook wel concessies doen, maar we gaan nooit concessies doen aan onze kwaliteit. Nee, dat bedoel ik. Dus als wij ervoor moeten kiezen om ons personeel 4 dagen te moeten laten werken, omdat daardoor onze kwaliteit zo blijft zoals wij het willen, of misschien nog wel beter wordt, dan doen we dat. Okay. En dat is ook bijvoorbeeld waarom we verbouwd hebben, waarom we een nieuw librei hebben gemaakt, omdat wij gewoon onze kwaliteit wilden blijven geven. En dat konden we hier niet meer doen. En dat is wel iets waar wij altijd mee bezig zijn, van hoe kunnen wij onze kwaliteit blijven geven zonder dat wij een team hebben die uit elkaar valt of ontevreden gasten. Want dat is uiteindelijk voor ons natuurlijk het ergste wat er is. Waarover, als je hebt over jullie onderneming, verschillen jullie van mening? Nou, dat valt wel mee eigenlijk hoor. Hij vindt af en toe dat ik te veel jurkjes koop, maar voor de rest, voor de rest valt het wel mee. Nou, ik denk dat wij elkaar wel wat dat betreft goed aanvullen, zeker in het ondernemerschap. Ja, ook in het bedrijf zelf. Ik bedoel, hij kan goed koken, dat kan ik helemaal niet. En ik kan wel redelijk goed bedienen, dat kan hij niet. Dat kan ik wel. Niet. Hier is het meningsverschil. Over dat zij niet kan koken, zijn we het wel eens. Ja. Dat geef ik ook toe, dat kan ik ook echt niet. Maar voor de rest, qua ondernemers, daar hebben wij ook echt geen woorden voor nodig. Als we MT-overleg hebben iedere donderdagochtend, daar komen ook dingen uit. We weten van elkaar precies wie wat gaat oppakken, wie wat gaat regelen. En ja, dat loopt allemaal. Ik ken ook mensen die hebben altijd een meningsverschil in een bedrijf. En daar is het nooit gezellig. Kijk. Dus ik denk ook dat je af en toe respect moet hebben. Als iemand anders denkt, dat heb ik ook voor mijn jongens. Als mijn chef, en ik ben het eigenlijk helemaal niet mee eens, dan denk ik, laat maar eens gaan, weet je wel. En dat, als je dat voor elkaar krijgt, dan hoef je nooit tegen elkaar te lopen zeuren. Is dat Jan Smink? Nou, Jan Smink is wel zo iemand, ja. Ja. Ik stel die vraag omdat hij dit jaar voor de tweede keer volgens mij Boers Door heeft gewonnen. De Oscarprijs, als ik het goed begrepen heb, in de Haute Cuisine. Ja, hij heeft nu de Nederlandse finale gewonnen. Ja. Maar de echte Oscars die komen pas in het buitenland. Ja. Dus, okay. Het moet nog beginnen. Ja. Oké, okay, kwalificatie. En dat is eerst in, in Hongarije of zo. Ja. Daar heeft hij de halve finale. Als hij dan meegaat. Zoals die vorig jaar heeft hij ze allebei gewonnen. Ja. Of niet gewonnen, maar meegegaan. Okay. Dan mag hij de finale in Lyon doen. Oké. Okay. Nou ben jij voorzitter van de jury. Ja, dat was een makkie toch? Zeg dat nou. Ik kan er heel duidelijk in zijn. Hoe werkt dat dan? Ik heb gewoon niet meegestemd. Toen Jan zich in ging schrijven, toen heb ik gezegd, ik vind het goed, maar dan ga ik niet meestemmen. Dus er waren 6 andere chefs. En ik heb wel punten gegeven. Dus hij was op mijn lijstje was die ook nummer 1. Maar mijn punten hebben niet meegedaan. En dat weet de rest ook? Ja. Oké. Okay. Ja, dat heb ik eigenlijk wel heel snel heel duidelijk gemaakt. Oké. Okay. Het heeft ook te maken natuurlijk met waar je in Nederland wel eens tegenaan loopt. Hè? Als slager om je eigen vlees te keuren. Nou is het natuurlijk bij jullie ongelooflijk belangrijk dat je je eigen producten keurt. Dat je daarin het voorbeeld bent voor je medewerkers. Dat je tijdig inspeelt op die veranderingen. Het werd al even gezegd, al even gevraagd ook, hoe ga je om met andere locaties? Wastoria, je bent nu internationaal ruim aan de uitslaande vleugels. En als je dan kijkt naar jullie bezetting, dan is dat relatief krap, als ik het zo mag zeggen.
Dat betekent dat als je dan ook zegt, we willen groeien, ook daarin die kwaliteit. En ook die vraag kwam van een van de deelnemers die zegt, ja, ik heb een familiebedrijf. Ik zou dat ook wel willen, maar hoe moet ik dat dan allemaal doen? Hoe doen jullie dat? De Waldorf Astoria is een voorbeeld, daar hoef ik verder niks over te zeggen. Er staat een jongen die 10 jaar of 12 jaar van ons gewerkt heeft. Niet vergeten, Geralda, zijn vrouw, heeft hier ook al die jaren gewerkt. Die kunnen echt heel ver komen zonder dat wij wat doen. Wij moeten 1 keer in de 2 weken, 1 keer in de maand gaan we daar naartoe. En dan krijgen we 20 gerechten, wijnen erbij. Hoeven eigenlijk nooit in te grijpen. Af en toe moeten we ook bij hun moeten we een beetje zoeken naar goed personeel. Want ook daar in Amsterdam hebben ze er last van. Maar als je nou het concept wat we in Dubai gaan doen, is van dat niveau. En dat wil niet zeggen dat het slechter is. Het is gewoon heel anders. Het is makkelijker. Het is sneller. Daar zetten we 2 mensen op die ook al 5 jaar bij ons werken. En die kunnen dat perfect uitvoeren. Uiteindelijk moeten ze het straks allemaal wel doen. Maar wij hebben daar geen bemoeienissen verder mee. Het is ook geen investering, helemaal niks. De rechterhand van de sheik heeft gevraagd of we dit wilden doen. Ik zeg, ja, tuurlijk. Oké. Ja. Als wij hadden moeten investeren daar en allerlei dingen hadden moeten doen, dan hadden we het niet gedaan. Want dat is iets wat wij afgesproken hebben nadat we het zusje hebben weggelaten vliegen in Amsterdam. Wij gaan zelf nooit meer iets investeren. We gaan nu alleen maar dit soort dingen doen. Dus je bent eigenaar van het concept en je werkt met investeerders? Nee, de sheik is eigenaar. Ja. En die betaalt ons voor advies. Ja. Oké. Okay. Dus veel leuker. Ja, dus balans, je loopt ook geen risico. Dat is natuurlijk ook fijn. Kijk. Zij komen gewoon helemaal in dienst ook van die projectontwikkelaar. Zij zetten het hele bedrijf daar neer. Oké. Okay. Wij geven alleen advies. We zeggen van, we willen graag die architect, we willen graag die keuken, we willen dat advies. We willen graag die mensen aan het werk en zij regelen het allemaal. Hoeveel uur zijn jullie gemiddeld met jullie onderneming bezig? Nou, dat is eigenlijk altijd. Alleen op zondag niet. Ja, het is een cheert, als we met cheert de kroeg in gaan, dan hebben we het er altijd nog even over. Maar nee, maar voor de. Ja, weet je, dit is. Ja, het is je levenswerk. En gaat van 's morgens vroeg tot 's nachts laat, gaat dat door. Okay. Dus dat is. Maar dat is ook niet erg. We vinden het leuk en we hebben daar plezier in. Dus, en we gaan af en toe lekker op vakantie, dus dat is ook fijn. Ook die vraag die kwam van een van de deelnemers die rond de 40 is, die carrière maakt en een beetje het imago thuis heeft van dat is die man die op zondagavond het vlees snijdt. Hmm. Nou zal dat bij jullie vaker natuurlijk inderdaad gebeuren, maar jullie hebben ook kinderen. Ja. Hoe zorg je dat die balans goed blijft? Ja, wij zijn natuurlijk op zondag en maandag gesloten, dus dat is natuurlijk wel heel fijn. Dus dan heb je wel echt weekend, zeg maar. Dus niet alleen voor ons vrij, maar ook voor onze medewerkers vrij. Dat je dan altijd met een vast team staat te werken. En die zondag en maandag zijn wel echt gewoon de dagen voor de kinderen. Op maandag overdag zijn ze natuurlijk naar school, maar dan hebben we ook wel vaak andere dingen zakelijk gezien. En wat wij wel doen, dat is dan zo'n rustmoment. Wij gaan altijd tussen lunch en diner, dus tussen 4 en 6 zijn wij altijd thuis en eten met de kinderen. Dat doen we elke dag. Okay. En dus ook al zitten er nog lunchgasten, wij gaan wel naar huis. En onze mensen die maken dat dan af, zeg maar. Wij gaan naar huis en we eten thuis. Okay. Ja, en zo hebben we dat eigenlijk. We zijn hier boven in de NOC zijn we begonnen. Daar zijn de kinderen geboren. En dus liepen we hier met de maxicozy naar boven. En ja. En nu hebben we een heel fijn huis hier aan de gracht kunnen kopen vorig jaar. Ja, dus dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En is inmiddels 15 en 12 en puberen en dat alles hoort er ook bij. Maar we slaan ons er doorheen. Nee, maar gaat goed. Oké. Het zijn lastige tijden, hè, die pubers. Nou, even weer de vertaalslag naar de onderneming. Leidinggeven is in de kern delegeren en controleren. Hoe doen jullie dat? Je bedoelt met onze medewerkers of met elkaar? Allebei. Allebei. Nou, bij ons samen delegeren, dat wat ik al vertelde, dat gaat bij ons eigenlijk heel heel automatisch, heel geleidelijk. En iedereen, we weten allebei wat we moeten doen en waar we goed in zijn. Dus dat gaat automatisch. En met onze medewerkers, wij zijn, denk ik, wij delegeren heel goed. Mm-hmm. Vind ik zelf. Ja, dat is heel raar om te zeggen natuurlijk van jezelf. Maar ik denk dat wij een heel erg goed inzicht hebben waar mensen goed in zijn.
Dat is bijvoorbeeld ook waarom we zo'n project in Dubai kunnen doen. Dit zijn twee mensen die dat project voor ons gaan doen. Die waren anders waarschijnlijk vorig jaar bij ons weggegaan. Omdat ze het niveau toch niet helemaal leuk genoeg vonden. En die twee hebben wij toch weten te kietelen. En gek gemaakt en enthousiast gemaakt van dat ze dat konden gaan doen. En ja, dat is wel waar wij elke dag op zoek naar zijn. Van mensen op hun juiste plek neerzetten, zodat ze ook echt gaan bloeien. Maar ook, als mensen gaan groeien, dat je iets voor ze hebt. Of precies andersom, zoals je dat net zei. Dat als we hebben een mooi voorbeeld is een jongen die werkte al 4, 5 jaar bij ons. Maar hij is superjongen. Ging weg naar Barcelona, kwam daarna nog eens een keer weer terug. Weer 4 jaar bij ons gewerkt. Maar hij kon niet verder. Nooit. Hij zou altijd onder die drie die onder mij lopen, zeg maar. Daar zou hij nooit in kunnen. Dus op een dag hebben wij gewoon tegen hem gezegd van... Je mag blijven, maar je gaat nooit op die trap komen. En ja, dan neem je afscheid van iemand die je wel heel erg leuk vindt. En met Rick en Saskia was het eigenlijk ook zo. Dat die hadden wel verder nog kunnen komen, maar die hadden zelf zoiets van... Ja, dit niveau, dat is ons eigenlijk wat te hoog. Mm-hmm. En toen kwam Dubai en toen hebben wij gezegd van... Hier gaan we een swingende tent van maken en de kans van je leven. En daar hebben ze ja op gezegd. Ja, en het is belangrijk is dat je talentjes weet te halen uit mensen. En dat is iets wat wij ook heel leuk vinden. Ja. Ik heb nu een jongen bij mij in de bediening lopen, dat is een stagiaire. Ja, die jongen is zo goed, dus die heb ik nu ook aan alle kanten al geclaimd. Van als je klaar bent met je stage, kom je wel bij ons terug. En hij wil dat ook heel graag. Maar die jongen is, weet je, dat is dan zo'n natuurtalent. Daar geniet ik zo van als ik die jongen bezig zie. Die loopt gewoon bijna het 9:30 eruit. En dat is echt te gek. Weet je, maar als je zo'n jongen, als je daar niks mee doet, ja, die gaat dan na 5 maanden bij je weg. En die geeft je een hand van, ik heb leuk bij je gehad. Maar die krijgt nu al echt best wel verantwoordelijkheden. Wat normaal stagiair niet zou krijgen. Maar doordat hij dat krijgt, is hij enthousiast. En denkt van ja, als ik dan straks terugkom, dan mag ik nog meer doen. En dan mag ik misschien wel assistent worden of dat soort dingen. Weet je, en daar zijn we ook echt heel erg mee bezig. Okay. Als je dan kijkt naar, je komt nu van een bijeenkomst samen met andere horecaondernemers. En je noemt het personeel. Die vijver waar jullie in vissen, iedereen zit in dezelfde vijver te vissen. Ja. Daar hebben wij wel een beetje mazzel, want met die 3 sterren dan gaan ze toch wel snel een beetje naar Zwolle toe in plaats van naar Amsterdam. Okay. Dus dat is een beetje mazzel. Aan de andere kant is het ook hetzelfde. Dan ze hikken ook heel vaak tegen dat hoge niveau aan. Ja, want dat is natuurlijk ook continu een gezonde druk. Ja. Als je op dat niveau wil spelen, scherp in de wedstrijd. Dat betekent ook dat het een soort vicieuze cirkel is. Want begrijp ik goed, heb je de goede mensen. Dan ben je in staat om de goede producten te maken zoals jullie dat voorstaan. En trek je de goede klanten aan. En dat praat zich letterlijk rond. Ook als je het hebt over medewerkers. Wat zijn daarin voor jullie kritische factoren? Nou, bij mij in de bediening is het zo dat mensen dat ze persoonlijkheid hebben. Dat is voor ons echt het allerbelangrijkste. Kijk, ik kan ze wel leren hoe ze een bordje in moeten zetten. Rechts of links of wat dan ook. Hè? Of dat ze een stoel aan moeten schuiven. Dat ze een vet netje op het schoot moeten leggen. Maar bij ons, en ik denk ook dat echt voor ons het belangrijkste onderdeel is van onze gastvrijheid, is dat, dat ze gewoon sowieso er goed uitzien. Maar dat ze een goed gebek zijn op een positieve manier. Hè? Dus niet te bij de hand. Maar dat ze gasten aanvoelen. En ja, ik zeg altijd het eerste in het sollicitatiegesprek is, kan jij een gast lezen? Ja, dan zitten ze me echt... 8 van de 10 zit me dan aan te kijken van waar heeft zij het nou over? Maar die 2 die me dan ook aan zitten, zeg ja, natuurlijk kan ik dat. Dat is nou juist waar ik als gastheer of gastbouw de hele dag mee bezig ben. Weet je, dan weet ik van oké, dat zijn de goeie, die moeten we hebben. Okay. En voor jou? Eigenlijk is het heel eenvoudig, ik wil alleen maar met leuke mensen werken. En hard werken, dat moeten ze ook. Maar weet je, dat is hetzelfde. Wij kunnen ze wel leren dat ze een stukje vlees op tijd omdraaien. En daar zitten dan ook weer net talentjes in. Of net niet. En dan de ene komt niet verder dan de andere. Maar ik wil gewoon leuke mensen, eerlijke mensen. Ik ga niet met die elleboogwerkende gekken in die keuken schreeuwen. Als je in mijn keuken komt, wordt nooit geschreeuwd. Dus, dat is ook iets wat ik echt wil. Dat moet ik niet. Helder. Ja. Ja, en ook eerlijke mensen is ook heel belangrijk. Okay. Ook dat heb ik natuurlijk in 25 jaar wel anders meegemaakt, helaas. In welk bedrijf zal het niet zo zijn? Nou, daar ben je op een gegeven moment echt klaar mee, dat soort mensen. En dat is ook een bepaald instinct wat je opbouwt na 25 jaar. Als dat instinct bij ons niet goed is, dan wordt je of niet aangenomen of het gaat er heel snel nemen de afscheid van.
Het moet gewoon echt goed voelen. Als je kijkt naar de totstandkoming van het boek, dan werk je samen met met name het tweetal wat hier rechts schuin voor jullie zit, Niels en Tjeerd. Hoe hebben jullie dat ervaren? Ja. Nou, weet je, wat wij in de keuken en in het restaurant doen, dat is wat hun met hun werk doen. En dat is best wel apart. Als je ziet hoe, kijk, we spreken Tjeerd, spreken we privé ook vaak. Maar als je ziet hoe met, ja, dat is eigenlijk nog erger dan mijn chefs. Die is zo bevlogen met wat hij doet en mensen beter maken. En, hij geeft ook training aan onze koks en aan de bediening soms. En ja, al die jongens vinden dat leuk. Allemaal. Zelfs de lomste koks die bij mij in de keuken staan, die komen bij hem bij een sessie en dan zeggen ze, dan zie ik gewoon dat ze veranderen. Geweldig. Wat maakt het bijzonder op zo'n moment? Want heb hem net ook dingen horen zeggen over gerechten en over producten. Dat ik dacht van, ik weet niet waar hij het allemaal vandaan haalt, maar dat is ongekend wat je daarvan weet, Tjeerd. Ja, maar dat is wel echt Tjeerd. En het is natuurlijk ook Niels, maar Niels hebben, nu, Tjeerd is natuurlijk dicht bij ons, omdat hij ook in Zwolle en wat zijn we, een stukje vriendschap zit daarbij. Maar Tjeerd is altijd echt heel erg betrokken. En Tjeerd kan een mens zo goed lezen, dat is echt fantastisch. Soms heb ik wel eens problemen met iemand of zo, en dan bel ik Tjeerd of hij komt langs, hij kijkt iemand aan. Hij zegt, Therese, zo en zo moet je daarmee omgaan. Dat kan die, dat is goed voor hem. En daar heeft hij echt gewoon een fantastisch gevoel voor. En dan ook het coachen, wat Johnny ook zei. De sessies die we altijd een paar keer in het jaar doen met elkaar. We zijn laatst onze staf. Zijn we op een boot gegaan. Zijn we gaan varen hier in de grachten. Hebben we Green Egg aan boord gezet. En Tjeerd heeft een leidraad gemaakt van alle punten die wij graag wilden bespreken met onze mensen. En dat hebben we gedaan. En het is een hele goede middag geworden. En daarnaast ook nog een hele fijne middag. Maar ja, dat werkt gewoon, dat geeft zoveel energie. Vooral aan die medewerkers. Dat ze echt. En wat we deden is, en dat is dan weer Tjeerd. Die zegt gewoon van, oké, Therese, jij gaat nu over iedereen ga je wat negatief vertellen. En daarna ga je over iedereen wat positiefs vertellen. Nou, dat, kijk, voor mij is dat misschien wat minder moeilijk om iets negatiefs over je werkgevers of werknemers te zeggen. Maar dat moest dus ook onderling. Met elkaar. En dat is best moeilijk voor sommige mensen om dat natuurlijk zo over je collega te zeggen. Ja. Maar dat werkt echt heel goed. Je krijgt zo'n open sfeer en het is zo, ja, zo verademd. Dat is echt leuk. Wat heb je over Johnny gezegd? Nou, dat weet ik ook niet meer. Weet jij het nog, Tjeerd? Nou. Wel, wat je over Johnny zegt, is dat hij zijn kop er zo lekker bij houdt. Dat hij zo nuchter, wanneer het ook maar mis dreigt te gaan, of wanneer jullie ook maar ergens tegenaan lopen, dat hij dan komt het verhaal over dit bankje. Dan komt er ergens altijd een rustmoment en dat gevoel van het komt goed, dat is toch wel een van zijn talenten. Ik was het gisteren even kwijt hoor. Ik moest 20 minuten in de MRI-scan. Ja. Ik dacht dat ik gek werd. Nee, en het boek samen maken met, dat hebben natuurlijk Tjeerd en Niels. En Niels, ja, hebben dat natuurlijk helemaal in elkaar gezet. En wij hebben door middel van gesprekken en interviews hebben ze daarover geschreven. Maar alle wijsheid in het boek is echt van hun en niet van ons hoor. Dus dat is echt een compliment aan Niels en Tjeerd. Want die hebben er echt zoveel werk aan gehad. Dat vind ik echt respectvol. Zodat jullie dat gewoon naast je gewone werk dat heb gedaan. Ja. Dat is leuk om te horen. Het is ook een bijzondere mix geworden. Daarover straks ook nog wat meer, hè? Jullie samen. Dames en heren, wie heeft er nog meer een vraag uit de zaal? Ja. Hier vooraan, Rob. Jullie bedrijven topsport. En in topsport zeker moet je altijd scherp blijven. Wat zijn voor jullie tekenen dat jullie de grip om die topsport of die eerste plaats te behouden, verliezen? Nou, vooropgesteld dat 3 sterren, al dat gedoe met lekkere nummer 1, dat zijn dingen waar je het niet voor moet doen. Want dan kun je het ook verliezen. Als,
als wij dat gedaan hadden in de eerste jaren, we hebben zo vaak op nummer 1 gestaan en daarna wel 6-7 jaar op 2 en op 3, dan waren we waarschijnlijk al onze liefde al kwijt voor dat vak. Wij hebben nooit gezegd van we gaan een restaurant beginnen en we willen sterren en we willen in de lekker en we willen dit. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is, dat je daar niet mee bezig bent. En volgens mij was er nog een vraag. Ja, er zijn een aantal vragen hier vooraan. Ja, bij het aantrekken van nieuwe mensen ben je natuurlijk ook afhankelijk van niet alleen de ervaring, maar ook van kennis, opleidingen. Hoe kijk je aan tegen opleidend horeca Nederland? Is dat voldoende? Zullen we daar een andere interview aan wijden? Dat is, dat is best lastig, moet ik zeggen. Wat wij wel merken is dat het nu wel weer wat meer aan terugkomen is en dat het meer praktijkgeoriënteerd wordt. Wat voor ons gewoon echt belangrijk is. Maar er is een hele periode geweest dat wij het gevoel kennen dat de leerlingen beter wisten hoe de CO in elkaar zat, als dat ze wisten hoe een restaurant er van binnen uitzag. En je merkt dat nu wel verandert, maar nog lang niet goed genoeg. En ik denk ook dat het onderwijs ook slimmer moet zijn en ook veel meer restaurant als ons daarvoor moet gaan gebruiken. Ik bedoel, wij zijn een praktijk en bij ons kunnen ze het leren. En niet alleen bij ons, maar bij al onze collega's. En daar mag nog wel wat meer samenwerking in. Maar nogmaals, zijn wij in Emmen geweest. Er is ook een nieuwe school geopend. En ja, wat ik daar gezien heb, vond ik echt wel toekomst. Echt heel erg praktijkgericht. Ze hadden daar een super mooi restaurant neergezet waar leerlingen konden oefenen. Je moet je voorstellen dat er nu nog scholen zijn die de boeken gebruiken toen ik op school zat. En ik voel me nu niet in één keer heel erg oud, maar dat praat wel over 30 jaar geleden. Dat kan toch niet? Dus zeker de keuken van Nederland is zo mooi geworden. Is zo erg gegroeid. Alleen scholen doen nog steeds hetzelfde. Met uitzondering van een aantal. Ja. Heb je dan overwogen om daar zelf ook een rol in te gaan spelen? Nou, Therese heeft ooit eens een keer zoiets hardop gezegd. En daarna is geboycott door alle hotelscholen in Nederland. De directeur... rare brieven naar haar gestuurd, is echt heel verschrikkelijk. Dat is een jaar of 5 geleden. Dan wordt het op een gegeven moment wordt het zo van, weet je, volgend jaar, want dan maak je een budget maak je, en daar zitten dan een paar leerlingen in. En dan komt Mike naar me toe, chef, zullen gewoon die leerlingen laat die lekker ergens anders gaan werken. Wij nemen geen leerlingen meer aan. Ik zeg, Mike, dat kunnen we niet maken, dat is onze toekomst. Ja, maar ik werk er liever niet meer mee. Het is altijd gezeik, het is altijd gezeur. En gelijk heeft hij ook nog. Ja, het is echt een heel lastig onderwerp, hoor, dit. Voor ons ook. Omdat je wil heel graag jonge mensen opleiden. En zeker in ons vak. Want dat is echt wat belangrijk is. Maar ja, ik heb het pas nog weer gehad met een meisje. Die wilde zo graag bij ons stage komen lopen. En die werd gewoon door de leraar gezegd, daar mag jij geen stage lopen. Want het is veel te zwaar voor jou. Dat hou jij niet vol. Ja, als dat zo is, zo'n kind moet dus ook wel beschermen. Dat snap gaat ik ook niet wel, om. Maar denk, kom dan even met ons praten. Ja, desnoods spreek je af dat we met de uren wat rekening houden als zo'n iemand zo graag wil. Weet je, maar er is ook geen enkel contact of dat ze pogingen doen. Dus ja, daar is nog wel wat te halen. Maar daar kunnen we wel een nieuw boek over schrijven, Tjert. Ja, dat gaan we doen. Goed idee. Dan gaan we de scholen af. Dat is een goed idee, ja. We gaan langzaam naar de laatste twee vragen. Goedemiddag. Jullie gaven net aan dat het heel erg belangrijk is voor jullie succes om af en toe een rustmomentje in te bouwen, te sporten, even aan de zachte kant te werken. Hoe faciliteren jullie dat voor het personeel? Nou, eigenlijk op dezelfde manier. Als ik, mijn chef woont in Amsterdam en dat is Mike. En toen hij, hoe lang is Mike chef nu? 10? Nee, 8 jaar of zo. Toen hij chef bij mij werd, Sydney ging toen weg. Sydney ging naar Hongkong. En dat is een jaar of 6-7 is het. Toen zegt hij tegen mij, ik wil het wel alleen doen. Ik zei, ja, je bent nog wel hartstikke jong. Nee, ik ga het alleen doen. En samen hebben wij een weg gekozen. En toen heb ik ook tegen hem gezegd, omdat jij zo jong bent, is de kans heel groot dat jij straks gewoon tegen een muur aanloopt, omdat je het gewoon niet meer trekt. Dus wat ik graag wil, is dat jij je eigen plan gaat maken. Dus jij gaat jouw tweede man aanwijzen, of je twee tweede mensen aanwijzen. En die gaan ook weer hun tweede mensen. Dus weet je dat er een soort kerstboom komt, waarin hun allemaal zelf uit mogen maken wanneer ze werken, hoe ze werken,
Maar aan het einde van het ritje moet het wel klaar zijn. Dus wat, er nu, wat je nu ziet, dat is dus echt heel erg goed gelukt bij hun. Zij gaan smiddags om op dinsdag gaan ze vol gas, hè, daar nu. Trekken hun de trainingspak aan en dan gaan ze boksen bij mijn boksleraar. Maar dat doen ze op donderdag ook. En Mike moet elke dag uit Amsterdam komen. Nou, hij komt, soms komt hij om 11 uur, soms komt hij om 11:30. Er stond een hele berg file vanmorgen. Maakt allemaal niet uit, want het komt gewoon goed. Dus ik denk dat je, als je dat soort mensen ook een soort bepaalde vrijheid geeft die je zelf ook neemt, ja, dan komt het altijd goed. En dat doet eigenlijk Therese hetzelfde. Ja. Dankjewel. Ja, hi. Keimpe, Postema. En ik zit met veel genoegen te luisteren. Ik heb zelf een horecabedrijf in Groningen, Feithuis. Mijn vraag aan jullie, zoveel details op het niveau waar jullie acteren. En waar ik echt nieuwsgierig naar ben, is even los van de service, ook door het bedrijf, ben je voortdurend in ontwikkeling. En hoe hou je nou zicht op alles wat je inspireert? En ook van elk detail waar je om vraagt, van let hierop. Hoe hou je nou zicht op alles wat je wegzet binnen je team? Ja, dat is toch wel door er altijd hetzelfde te zijn. En doordat je een bepaalde, ik moet even nadenken hoe ik dat nou goed moet uitleggen. Moet je helpen? Ja, mag je zo even zeggen. Maar kijk, ik weet niet, dat zou denk ik in jouw bedrijf ook zijn. Er zijn zwakke plekken in je bedrijf. En daar zit ik juist heel erg bovenop. En omdat ik weet dat andere plekken goed gaan, die hebben misschien net iets minder aandacht nodig van mij, ga ik juist die zwakkere plekken in het bedrijf, zit ik continu bovenop en zorg dat het bij elkaar komt. En ja, doordat je er altijd zelf bent elke dag, kan dat natuurlijk ook. En dat is wel belangrijk. Kijk, wij hebben dat hier natuurlijk gemerkt toen we hier de libraaien hadden en aan de andere kant ons hotel met het zusje erbij. Dat is al wel echt een stuk moeilijker. Want het zijn natuurlijk twee bedrijven die heel dicht bij elkaar waren. Daar was niet, ja, daar was wel leiding, maar het was toch anders. Wij waren daar niet zoveel. En daar gebeurde af en toe wel eens dingen dat ik dacht van, als wij er zelf zouden zijn geweest, zou dat niet gebeurd zijn. En daar hebben wij toen heel veel van geleerd. Dus dat we nu gewoon altijd er toch bovenop zitten. En voordat wij aan het werk gaan, of voordat we gasten krijgen, maak ik gewoon altijd een hele ronde door de tent heen. Om te checken of het allemaal is zoals ik vind dat het moet zijn. En hetzelfde doet Johnny in zijn keuken. Ja, ik proef echt alles. Nee. Bij mij in de keuken is het eigenlijk precies hetzelfde. Alleen, we hebben een koude kant, een warme kant, dat ken je allemaal. Het kan niet zo zijn dat ik alles geproefd moet hebben. Dat vragen gasten altijd aan mij, proef jij nou alles? Nee, dat is niet nodig. Want als aan de ene kant de desserts meegaan en er gaan daar nog wat tussengerechten mee, kan ik daar echt niet bij zijn. Dus je moet ook een bepaald soort vertrouwen hebben, maar je moet heel veel brieven. Je moet heel veel dingen doornemen. Dus iedereen moet ook elke dag weten. En dan komt die kerstboom weer tevoorschijn. Als ik niet kan proeven, doet Mike het wel. En als Mike het niet doet, dan doet Jeroen het wel. En uiteindelijk, als het onder de pas doorgaat, steken hun nog eens een keer de vinger in een sauspannetje of zoiets. Iedereen is bezig met dat beste ding. Ja. Dus dat is het belangrijkste is dat iedereen daarmee bezig is. Dat ze het ook niet pikken dat het er anders uitziet of dat er een ander takkie op ligt. Dus not done. Iedereen moet doen wat er gezegd wordt. Ja, daar zijn we wel heel scherp in. Niet alleen wij, maar ook onze vaste mensen. Dus ja, weet je, mijn maître is ziek nu. Dus ik heb nu ook echt zoiets van, ik moet echt naar de zaak. Omdat je word je dan wel een beetje onrustig. Omdat ik gewoon, we gaan zo meteen open om 6:00 en dan wil ik gewoon dat het voor elkaar is. Weet je, dus dan krijg je toch een automatische analyse. Ja, dat zit gewoon in. Het is gewoon ogen, oren, achter en voor. Maar dat is denk ik ook heel erg leuk. En wat Johnny ook zegt, wij communiceren heel veel met onze mensen. Dus echt voor ieder diner, voor iedere lunch doen we brieven. We nemen altijd precies door wat voor gasten we in huis hebben, wat voor hun bijzonderheden hun zijn, wat hun allergieën zijn. Dus iedereen weet ook. Dat zijn er een paar, hè? Ja, tegenwoordig is dat er heel veel. Maar daar word je ook direct op afgerekend als je dat niet goed doet. Elke tafel zitten allergieën. Ja. Als je dat niet doorneemt, heb je elke avond gezeikt met die mensen. Ja. Dat is een ding geworden. Dat is in 10 jaar is dat. Ja, dat is echt niet normaal. Herkenbaar. Ja, dat is echt. Dat is herkenbaar. Echt veel. Maar ja, wij gaan toe naar de afronding. In de afronding heb ik
voor jullie een attentie. Die ik ook zelf ga uitpakken. En ik heb er ook iets ingezet. En dat ga ik ook even voorlezen. Is dit boek? Ja. Ja. Dat wist ik. Hoe weet hij dat nou, hè? Ja. Ik. Het is een kleine wereld, hè? Ik heb er wat ingezet namens ons allen. Beste Johnny en Therese, het is bijzonder als je en met een relatie komt tot een partnership en daarbij ook over en weer diensten levert aan elkaar. Dan kun je zeggen, je bent niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Het gaat dan om vertrouwen, gekoppeld aan een zakelijke variant van vriendschap. Hè? En in jullie geval, als ik kijk naar jullie en Tjeerd, ook met Diana persoonlijk en met de kinderen. Dank dat wij zo in de keuken, in jullie keuken hebben mogen kijken. We wensen jullie nog heel veel fantastische jaren, waarin we veel met elkaar mogen delen. Tjeerd, Jan, Rob, Evelien, Ilse, Lisbeth en mijzelf. Dankjewel.